Vanaf 1 september 2008 wordt tijdens de Ramadan op de website van Marokko.nl door het Marokko Fonds en Marokko Media een discussie opgezet genaamd de Online Community. Die online discussie dat is een jaarlijks terugkerend evenement wat we elk jaar doen op een groot bezochte website, Marokko.nl. En de bedoeling van die online discussie is om een discussie op gang te brengen, voornamelijk bij jongeren van Marokkaanse afkomst, over armoedebestrijding in Marokko. De discussie gaat over ontwikkelingssamenwerking en de millenniumdoelen in Marokko. Millenniumdoelen zijn bijvoorbeeld armoedebestrijding, een schoon milieu en onderwijs voor iedereen. We willen dus weten wat de jongeren daarvan vinden en of ze zelf initiatieven hebben. De meisjes gaan niet naar school en die zijn blijven thuis voor het huishouden. En ik heb daar wel heel erg moeite mee. Jongens en meisjes naar school. Iedereen naar school. Nou, schoon drinkwater is natuurlijk, of schoon water is sowieso heel belangrijk voor de gezondheid. En wel een soort van je eerste, ja, je hebt het gewoon echt nodig. Dus dat is heel belangrijk. Probably all just join together and try to be one group of people instead of everybody against each other all the time. Wat doet het Marokko Fonds voor de millenniumdoelen in Marokko? Het Marokko Fonds is een fonds gericht op Marokko ter bestrijding van armoede en ook voor de duurzame ontwikkeling in Marokko. En, we willen graag organisaties en, in Marokko helpen, maar structureel ook kunnen helpen door hulp te kunnen bieden vanuit Nederland. Wat moeten ze in Marokko doen om de millenniumdoelen te verwezenlijken? Die ene millennium doelstelling, jongens en meisjes naar school, dus iedereen naar school, om dat toch te gaan inbrengen, dat als verplicht zien ook. Als dat gebeurt, dan zien ze ook dat het dat onderwijs niet alleen voor jongens is en dat meisjes niet alleen maar thuis moeten blijven voor de andere kinderen zorgen en voor in het huishouden helpen, maar juist ook iets zijn, ze zijn ook een onderdeel van de wereld. Vanaf 8 september worden op de site 3 ontwikkelingsprojecten in Marokko gepresenteerd aan de hand van 3 filmpjes. De eerste is gericht op milieu, dat is Millennium Doel 7. Milieu in Berkaan, dus dat is nog in het RIF-gebied. De tweede is vrouwenrechten en scholing voor vrouwen. Het derde project is gericht op gezondheidszorg in Zuid-Marokko. En dat gaat om het aanschaffen van medische apparatuur voor dialysepatiënten. De bezoekers van de website kunnen op een van de filmpjes stemmen. Aan het eind van de Ramadan zal het project met de meeste stemmen tot winnaar worden uitgeroepen. Het winnende project zal vervolgens in 2009 door het Marokko Fonds uitgevoerd worden. Steun Marokko Fonds en word donateur. Steun het Marokko Fonds. Word donateur.